Bij het opstellen van het programma Mobiliteit hebben we gebruik gemaakt van diverse gegevens. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren goed geluisterd naar de ondernemers en de plaatselijke belangen, waarin zij hun wensen en ideeën hebben ingebracht. Ook de bewoners hebben we betrokken middels het programma Bouw je eigen buurt. Daar zijn ideeën en suggesties opgehaald in de samenleving voor de omgevingsvisie die we nu gebruiken voor het programma Mobiliteit. We hebben per kern inzichtelijk gemaakt wat de relaties zijn met de omliggende kernen. Dat hebben we gedaan op het gebied van werken, winkelen, onderwijs en ontspanning, zoals sport. Dit zijn over het algemeen de dagelijkse verplaatsingen. De diverse relaties tussen de kernen hebben we opeengestapeld tot een relatiekaart. En deze hebben we vergeleken met de netwerken die we nu beschikbaar hebben. En daarmee hebben we ons toekomstig profiel voor het netwerk van alle vervoerswijzen gegenereerd.